Het nieuwe tv-spelletje Letrix, dat Lingo vervangt, heeft een magere start gemaakt. De eerste aflevering trok gisteren slechts 111.000 kijkers, wat resulteerde in een marktaandeel van 3,8%. Zowel het programma ervoor, de vroege editie van Hart van Nederland, als het programma erna, de Alleskunner, wisten meer kijkers te trekken. Volgens mediajournalist Jeff Willemsen mist Letrix warmte, omdat het decor met behulp van een greenscreen is gecreëerd. Het virtuele uiterlijk van het programma draagt niet bij aan de gezellige sfeer die je bij woordspelletjes tijdens het eten verwacht. Het is nog maar de vraag of Letrix de komende weken een kijkcijferhit zal worden. De teleurstellende start wijst daar niet op. De presentatie van Letrix is in handen van Diantha Brooks en Patrick Martens, en Patty Bart is ook betrokken bij het programma. Op YouTube is een video beschikbaar waarin de eerste aflevering van Letrix wordt besproken.